hier vandaag in het Ibis Style Hotel, dat volledig gerenoveerd is. Waar we voor het eerst een modeshow gaan geven voor brillen. Dat is natuurlijk super interessant, want dat is een unicum in België. En we hebben heel veel reacties gekregen, dus de mensen zijn curieus en ze willen weten wat dat kan geven. Het gaat erover dat de meeste merken en de ontwerpers ons altijd blijven verrassen met nieuwe materialen, nieuwe vormen, nieuwe kleuren. En dat je het echt kan persoonlijk maken voor de behoeftes en de noden van elke klant. Dus het is wel heel leuk om dat te mogen doen met de klanten. De eerste vraag is: welke correctie draagt de klant? Dat is toch ook wel belangrijk. Als we puur op mode afgaan, dan kan je ook afvragen, wil de klant zijn bril in harmonie hebben met zijn gezicht of meer een karaktermontuur eigenlijk? En dan proberen we de juiste keuze voor de klant te maken. Bij het bepalen van een brilmontuur bij een persoon ga ik eerst kijken wie is die persoon, welke persoonlijkheid, welke behoefte heeft die persoon aan een bril. En dan gaan we samen kijken welke kleuren passen, welke vorm van bril past bij die persoon. En zo maken we een selectie en dan is de keuze aan de cliënt. Nous sommes bénéficiant d'un service d'achat très pointu. C'est une équipe qui est à l'écoute des tendances européennes. On les rencontre plusieurs fois sur l'année, nous les personnes qui travaillons en magasin, de façon à avoir un feedback et de façon aussi à voir nous les produits qui sont les plus appropriés à nos magasins. Het is een uniek gegeven eigenlijk om een modeshow te doen met brillen. Het is niet altijd evident, omdat je natuurlijk wel de focus wil kunnen leggen op die brillen. Maar het is de bedoeling om een beetje een sfeer neer te zetten. Om echt een volledig totaal look neer te zetten. Zodat je ook wel nog meer begrijpt dat een bril echt een must-have accessoire is om je look helemaal af te werken. Ik vind een bril toch wel heel belangrijk in een volledige look. Omdat het toch wel het eerste is wat iemand opvalt wanneer dat ze je zien. Dus als je je bril draagt, is het toch wel heel belangrijk dat die echt wel perfect bij jou past. Indian Summer is een zeer mooie vrouwelijke trend met heel veel kleur. Wat er goed is aan die trend, dat is dat het bij ieder soort vrouw past. De vintage nerd trend is eigenlijk een trend die goed teruggaat naar de jaren 50-60. Het nieuwe daaraan is dat het nu in natuurlijk een veel lichter materiaal gebruikt wordt. De smart chic industrial look is eigenlijk een typisch mannenlook. Hier krijgen we dus de blauwtint die het vooral doet in de kleuren. Een zeer mooie, gesofisticeerde mannenlook eigenlijk. De retro round trend is een trend van de jaren 40. Nieuw daarin is vooral het panto-model, dat van boven meer afgevlakt is. De cat-eye-trend, wel, we kennen allemaal Audrey Hepburn met een zeer klassevolle donkere bril, met een zwarte bril. Dat is een trend die er voor vrouwen enorm is. De classic deluxe trend is een trend voor de meer klassieke vrouw of de fijnere vrouw, want bij een fijn gezicht past een fijn montuur. De cool winter trend staat voor de zonnetrend, de zonnebrillen. We krijgen nog altijd de felle gekleurde monturen daarin, met ook de spiegelglazen. L'événement était vraiment topissime. Les mannequins vraiment plein d'assurance, qui ont vraiment sublimé les lunettes pour chacune des collections. Grand Optical a vraiment réussi son pari de pouvoir proposer des lunettes fashion, classique, pour tous les budgets et pour toutes les têtes aussi. On est tous différents, donc c'est vraiment très 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 important d'avoir une belle gamme et je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur pari. Ik hou wel van een cat eye, omdat dat natuurlijk ook wel je gezicht eigenlijk opentrekt en een beetje voor een heel vrouwelijk silhouet zorgt. Les tendances de cette année restent quand même toujours le vintage et l'oversize, donc les grandes montures. La seule différence c'est qu'elles deviennent plus fines, donc plus raffinées et plus élégantes. Ik draag normaal een bril. Ik heb vanavond voor die gelegenheid wel mijn lenzen aangedaan, omdat ik graag de monturen straks eens daarbij wil bekijken en ook zelf eens passen.
Een bril is zodanig een accessoire geworden dat heel wat meisjes en jongens tegenwoordig een bril en ook een optische bril gewoon dragen om hun look af te werken. Dus ik zou zeggen, laat je gaan in het groot aanbod aan sociale media en laat je daardoor inspireren.